يا باحثين عن السعادة إنها في القلب حين يفيض بالإيمان. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bij een dialoog of een gesprek met zowel moslims als niet-moslims is het belangrijk dat we rekening houden met een aantal richtlijnen die vermeld staan in de Koran en in de Sunna. Een van deze richtlijnen is het niet hebben van een hoogmoedige opstelling ten opzichte van een ander. Allah zegt namelijk in de Koran: سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Ik zal mijn tekenen afwenden van elk persoon die zich onrechtmatig hoogmoedig opstelt op aarde. Al zou hij elk teken zien, hij zou niet geloven. Siddiq Hassan Khan zegt: je zult de waarheid pas vinden wanneer je 5 karaktereigenschappen bezit. Awwaluha al-ikhlas, ten eerste een zuivere intentie. Thumma al-fahm al-sahih, vervolgens een correct begrip hebben. Thumma al-insaf, daarna dien je objectief en eerlijk te zijn. Wa rabi'uha wa huwa aqalluha wujuda wa aktharuha fuqdana al-hirs ala ma'rifat al-haq. Vervolgens dien jij je best te doen om de waarheid te achterhalen en tenslotte je best te doen om daarnaar uit te nodigen. Ibn Hisham heeft in zijn sira een overlevering vermeld waarvan de sanad hasan is. Daarin staat dat Utwa ibn Rabi'a samen met de vooraanstaande van de Quraysh zat en de profeet sallallahu alayhi wa sallam in zijn eentje zat in de moskee. Hij zei tegen Quraysh: Ana aqumu ila Muhammad fa'a'ridu alayhi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha. Zal ik nu naar Muhammad gaan, hem een aantal zaken voorleggen, wellicht dat hij daar iets van accepteert en dan ophoudt met zijn boodschap. Hun zeiden tegen hem: Bala ya Abul Walid, zeker Abul Walid, ga naar hem toe en spreek hem aan. Zij ging naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zei tegen hem: Ibn Akhi, o neefje van mij, jij hebt een nobele afkomst onder ons. Wa innaka qad atayta qawmaka bi amrin azim. Echter, jij bent met een grootse zaak gekomen naar jouw volk. Farraqta bihi jama'atahum. Jij hebt hun eenheid daarmee teniet gedaan. Wa saffahta bihi ahlamahum. En jij hebt hun dromen en verlangens daarmee belachelijk gemaakt. Wa ibta bihi alihatahum wa dinahum. En jij hebt hun goden en religies daarmee beledigd. وَكَفَّرْتَ بِهِمْ مَنْ مَضَى مِنْ أَبَائِهِمْ. En je hebt daarmee hun voorvaderen tot ongelovigen verklaard. فَاسْمَعْ مِنِّي, luister naar mij, ik zal je een aantal zaken voorleggen, wellicht dat je daarvan iets accepteert. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei tegen hem: قُلْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ, اسْمَعْ, zeg het maar, o Abul Walid, ik zal naar je luisteren. Hij zei: Ibn Akhi, o neef van mij, als je dit alleen maar doet om geld te verkrijgen, dan zullen wij geld inzamelen en jou tot de rijkste persoon maken onder ons. En als je dit alleen maar doet voor aanzien, dan zullen we jou maken tot de vooraanstaande van Quraysh, waarna wij geen beslissing zullen vellen behalve dat jij aanwezig bent. En als je dit alleen maar doet om een koninkrijk te verkrijgen, dan zullen we die geven. En als je dit doet omdat je bezeten bent, dan zullen we ons best doen om jou te doen genezen. Totdat Utbe helemaal klaar was met praten en de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem zei: Afaraghta ya Abul Walid, heb je gezegd wat je wilde zeggen, o Abul Walid? Hij zei: naam. Hij zegt: luister nu naar mij. De profeet sallallahu alayhi wa sallam begon te lezen vanuit surat al-Fussilat. Hij zei: Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, kitabun fussilat, ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqawmi ya'lamun. In de naam van Allah, de meest barmhartige, de meest genadevolle, Hamim. Een boek waarvan de verzen uiteen zijn gezet. En hij begon te lezen, alayhi salatu wassalam. Terwijl hij zat te lezen, plaatste Utwa ibn Rabi'a zijn handen achter zijn rug en begon aandachtig te luisteren naar de recitatie van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Totdat hij aankwam bij de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Echter, als zij zich afwenden, zeg dan: O Mohammed, ik waarschuw jullie voor een bestraffing, zoals die van het volk van Aad en Thamud. Toen Utba dit hoorde, werd hij bang en plaatste zijn hand op de mond van de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zei met een verheven stem: Anshadtuk Allah wa rahim, Anshadtuk Allah wa rahim, Anshadtuk Allah wa rahim, ay la taf'al. Met andere woorden, ga niet verder. Want hij wist dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de waarheid sprak. Hij was al-sadiq al-masduq. De profeet sallallahu alayhi wa sallam ging verder lezen totdat hij aankwam bij de plek waarin je sujud doet in die surah, verrichtte sujud en hij zei tegen Utba: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. Je hebt nu aangehoord, o Abul Walid, kijk maar wat je mee gaat doen. Dus Utba ging terug naar Quraysh en ze zeiden tegen elkaar: bij Allah, Abul Walid is teruggekomen met een ander gezicht dan het gezicht waarmee hij heen was gegaan. Hun zeiden tegen hem: ما وراءك يا أبا الوليد, wat heeft zich plaatsgevonden, o Abul Walid? Hij zei: ورائي, hij zei: hetgeen wat heeft plaatsgevonden is dat ik iets heb gehoord. Wallahi, ma huwa bis-sihr. Bij Allah, het is geen tovenarij. Wala bis-shi'r. Nog zijn het gedichten. Wala bil-kahana. Nog is het waarzeggerij. Ja, Quraysh,
أطيعوني لا يسرن ما يو قريش خهور زمي خلوا بين الرجل وبين الذي هو فيه فاعتزلوه لا ديز ما مترست أن تخين بار هايزي خب فنت أص دا أرابيرة هم أوفر ميسرة دان زايلي فنهم أف أن أص هايد فنت فن أرابيرة فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به Als hij vindt van Arabieren, dan is zijn koninkrijk ook die van jullie en zullen de gelukkigste mensen zijn op aarde. Ze keken elkaar aan en zeiden tegen hem, لَقَدْ سَحَرَكَ بِلِسَانِهِ يَا أَبَلْ وَلِيدِ Hij heeft jou ook betoverd met zijn tong, O Abul Walid. Abul Walid zei tegen hen, Utba, dit is mijn mening, هَذَا رَأْيِ فِيهِ فَصْنَعُوا مَا بَدَى لَكُمْ Dit is mijn mening, kijk zelf maar wat jullie ermee gaan doen. Uit deze overlevering kunnen we vele zaken halen. Een van deze zaken is dat de profeet sallallahu alaihi wasallam hem de gelegenheid had gegeven om uit te praten. Hij zei, قُلْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ أَسْمَعْ Zeg het maar, O Abul Walid, ik zal naar je luisteren. En hij onderbrak hem niet, totdat hij helemaal klaar was en zei, أَفَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ Heb je gezegd wat je wilde zeggen, O Abul Walid? Hij zei, naam. En toen ging de profeet sallallahu alaihi wasallam zeggen wat hij wilde zeggen. Daarna sprak hij hem aan als Abul Walid. Hij noemde hem niet bij zijn voornaam, Utba. Hij zei, Abul Walid. Dus hij gaf hem de positie die hij had in zijn samenleving. En vele andere profijtvolle zaken die we kunnen halen uit de dialogen en gesprekken die de profeet sallallahu alaihi wasallam had met ongelovigen en anderen. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.